merk dat dat wel na een paar keer springen, dat is wel heel vermoeiend. Of ik het nog kan? Dat weet ik. Jezus. Even kijken. Yes. Oh. Ja, ja. Goedemiddag, ik ben Farid Azarkan. Kom binnen, dit is mijn woning. Het verkiezingsprogramma staat in het teken vooral van discriminatiebestrijding, of in ieder geval een groot deel. Als ik een achternaam heb die niet Nederlands is origineel, dan word ik gewoon afgewezen. Kom binnen, altijd de schoenen uit. De woonkamer. Ik ben 20 jaar geleden verliefd geworden op deze woning. Dit is de plek waar ik altijd televisie kijk. Dan zit ik in die hoek en dat is ook een beetje papa's hoek. Dus dan mag ik iedereen wegsturen. Dat is een beetje mijn plek. Ja, dan zit ik in het hoekje. Altijd 2 kussentjes. Wordt een dagje ouder. En het mooie van deze bank is dat ik hem ook zelf heb ontworpen. Een vriend van mij die heeft een bankenzaak. En hij kwam met pen en potlood en hij zegt, nou, zeg maar hoe je het wil hebben. En toen heb ik gezegd, van, nou, ik wil een lange zijde, ik wil deze iets korter. En dan geniet ik van de spaarzame momenten van het tv kijken. Dit is de keuken. Ja, ik was vroeger enorm bezeten van de gastvrijheid, van koken, van ja, alles ondernemerschap, hotels. Dus mijn eerste opleiding, Hoge Hotelschool, hè, ook wel hotello's genoemd. Dus ik ben een hotello. En ja, dat doen hotello's, die doen dat gewoon in één keer. Ik maak eigenlijk alles. Kijk, als je de basis beheerst, ja, dan kun je natuurlijk alles maken wat je wilt. Ja, en hier ben ik vaak te vinden. Even een kopje thee zetten. En dan wel Marokkaanse thee. En dan heerlijk hoog schenken, laag beginnen. What a difference this makes. Cheers. 24 ja. Little hours. Al zeg ik het zelf. Ja, en dan mijn snoephoekje. Ja. Ja, als ik lang gedebatteerd heb, dan koop ik vaak ergens in Den Haag een zakje katjes erop. En onderweg moet ik altijd opletten dat ik hem niet helemaal opeet. En ik eet er altijd 2 tegelijk. Ja, dit is een beetje de serre. Daar zit ik wel eens vaak op zondagochtend. Of daar. Ja, en ja, je ziet het, hè, nu zit gewoon een printer op, maar normaal gesproken het is een oude bank. En altijd als ik hard gelopen heb, dan rust ik hier even uit. En dan, ja, is heerlijk. Als ik dus ga hardlopen, dan kijk ik uit naar het moment dat ik zo voorlangs ren, dat ik naar binnen kom. En dat ik dan hier even mag zitten. Fantastisch. En dat doe ik altijd in deze oude bank. Ja. De eetkamer, mooie houten tafel en de kinderhoek voor de kleine met haar eigen gitaar. Ja, dit is de tuin, appelboom, perenboom heb ik zelf geplant, die. Dat is een catalpa, die heb ik zelf ook geplant, die komt van mijn vorige woning. Ja, voor de rest is eigenlijk alles wat hier staat heb ik zelf neergezet, het gras. Met het gezin doen we wel eens een wedstrijdje, dan zetten we een balletje neer. Ik heb nu mijn krokkies aan. En dan doen we een wedstrijdje wie hem als eerste eraf kan schieten. Ja, het zal natuurlijk nu niet lukken hè, met die krokkies. Even kijken. Oh. Ai, ai, iets hoger. Ja! Niet te geloven. Hey. Onvoorstelbaar. Wat een bal. Bang! In de face. Ja, trampoline is om een beetje voor de beweging. Vinden de kids leuk. Ik merk dat wel na een paar keer springen, dat is wel heel vermoeiend. Of ik het nog kan? Dat weet ik. Jezus. Even kijken. Yes. Oh. Ja, ja. Dit was mijn huis. Ik hoop dat jullie mij beter hebben leren kennen. Vergeet niet op 15, 16 of 17 maart te stemmen. Natuurlijk op Denk. Een hele prettige dag nog.
Wil jij meer lijsttrekkers zien? Kijk dan op npo3.nl of klik hier.